Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Wilma en het is weer tijd voor een KVPS-vlog. Een poosje geleden was ik bij Hans Hofstee en die had de videoband aan waar ze aan het alle fles rijden waren met PSV De Oorsprong. En laat ik nou ook lid zijn van De Oorsprong. We hebben samen die video bekeken en ik zei dat lijkt me eigenlijk ook wel wat. Toen kwamen we op het idee om onze paarden die mijn vader gebruikt in het span van de Friese quadrille in te spannen en te zien of het mij ook lukt om alle fles te rijden. Voordat ik de paarden daadwerkelijk inspan, ben ik even op mini-cursus teugelvoering geweest bij de heer Hofstee. De heer Hofstee die had nog een verslag uit 1972 van een instructieavond waar de heer H.R. Smit de instructie heeft gegeven. En hierin staat beschreven dat de linker en de rechter voorteugel, dus dit is het voorste paard, dus de linker en de rechter teugel, worden gescheiden door de wijsvinger. En het achterste paard, het paard waar je dus op zit, dat die teugels, de linker en rechter teugel, gescheiden worden door de middelvinger. Nou zou je denken, nou heb je die rechterhand over, maar de rechterhand is bedoeld om met de zweep aanwijzingen te kunnen geven. En om de teugels te kunnen aanpassen hoe je ze in de hand hebt tijdens het rijden. Dus daar heb je deze rechterhand eigenlijk voor nodig. Als we nou naar voren gaan, dan gaan we naar voren. Naar rechts zouden we deze beweging moeten maken. En naar links gaan we zo. Op het mentoestel ziet dit er heel simpel uit. Dan lopen de paarden uiteraard keurig achter elkaar aan. Maar in het echt weet ik niet of dat wel zo'n succes gaat worden. Dus ik ga het proberen. Kijken jullie mee? Zoals jullie zagen ging het niet direct helemaal vlekkeloos. Het geeft helemaal niks. Het is nog een hele kunst om ook die teugels in één hand te houden tijdens het rijden. Het valt nog niet mee en om ze steeds over de nek van het andere paard heen te tillen.
Ik ben tevreden voor de eerste keer en ik zal het zeker nog eens een paar keer gaan proberen. Wil je dit nou thuis ook een keer doen? Zorg dan dat je in ieder geval genoeg hulp hebt. Mocht het misgaan, dat ze je kunnen ondersteunen. En ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden en tot de volgende keer.